Tenneview. Twee teams, 18 deelnemers. Zullen het in 10 dagen tegen elkaar opnemen in een wereld vol verrassingen. Jullie zullen deel uitmaken van een enorme confrontatie tussen twee hoogst capabele teams. Oh my God. Het belooft een sociale, tactische en fysieke strijd te worden. Jullie zullen nu worden ingedeeld in twee teams. Kamp Noord en Kamp Zuid. De speling van het slot zal bepalen wie van jullie in welk team zal zitten. Vanaf morgen is dit van uiterst belang. En we gaan gewoon uit deze zak namen trekken. Achtereenvolgens zal het één team, één persoon voor Team Noord zijn en één team voor Team Zuid. Jullie krijgen daarmee ook een rood of een geel sjaaltje. Die hangen dat rond jullie hoofd en het komt er niet af, tenzij wij het zeggen. We beginnen. De eerste, Kamp Noord, is Krekel. Jij mag die sjaaltjes vermalen. De tweede is voor Kamp Zuid. Stekelvakken. Team Noord weer. Snip. Andere team. Koba. Jannes. Michael. Robin. Friso. Amelie. Daan. Jarno. Edelhert. Mathies, William, Bonas, Stef, en last, but not least, Brian. Geel! Geel! Hey Bolle, kom hier schat. Vanaf morgen zullen jullie dus een team tegen elkaar opnemen. Het verliezende team zal iemand moeten uitstemmen op de eilandgraat. Kortom, een meedogenloze afvalrace. Tot er één overbleef, de winnaar. Welkom op Expeditie Commando. Ik vind het een heel chic kampthema. Ook een vette intro. Mijn tactiek. Vooral goed samenwerken met Tim en samen kiezen om iemand te stemmen, denk ik. En ook met andere sterken van de groep. Maar we gaan proberen één groep te blijven. En als we iemand uitstemmen, echt de zwakkere uitstemmen. Ja, we hebben best wel een goed team. Ik denk dat we wel een beetje een nadeel zijn. Ze zijn een beetje sterker dan ons. Maar ik heb wel vertrouwen in dat iedereen hard moet werken. Ik hoop gewoon dat de anderen zijn een beetje goed bevriend met elkaar. Dat ze een beetje gaan laten hangen en zo. En dan denk ik wel dat we een goede kans hebben. Ja. We gaan winnen. Ja. Ja. Wij gaan winnen! Ja. De inleiding is geweest en het kamp kan beginnen. De leden starten de dag met een leuke activiteit, maar ze weten nog niet wat er zal volgen.
Nee, ik heb voor Kietjoes gekozen en ik heb geen reden ervoor. Ik heb Han gezegd omdat hij ons al vaak heeft gezegd dat hij zich niet zo heeft snel pijn aan zijn voeten zei. En hij had ook gevraagd of we eventueel... Ja, gewoon. Nee, je werd de zwakste schakel, vond ik. Ja, gewoon. Omdat Han niemand stimuleerde. Omdat hij mijn roeispaan heeft gepikt toen we in de kajak zaten. De eerste stem is voor Han. Eén stem. Voor dezelfde stem. Ja, niet. De tweede stem. Ook voor Han. De derde stem. Han. Ah ja, Kobe. Dus drie stemmen voor Han, één voor Kobe. De vijfde stem voor Daan. Koenen. De zesde stem. En mogelijk beslissende stem ook. Is voor Gitiel. De zevende stem, en dit is de beslissende stem, is voor Han. En die is ook voor Han. Oké, Han, je ligt uit Expeditie Vogelstom. Tot morgen. Be careful next time you're in close quarters, for this virus is extremely contagious. It's called the norovirus. The norovirus, or winter vomiting bug, is a highly contagious sickness transmitted via water and food or directly from person to person. It's characterized by nausea, forceful vomiting, diarrhea, abdominal pain, and a loss of taste. U heeft net de medische uitleg gehoord van het norovirus. En na overleg met de regisseurs werd er besloten het tweede deel van de overlevingstocht in te korten. Hierdoor werd de eilandraad verplaatst aan de volgende dag, waardoor er een dubbele eliminatie zou optreden. Hier volgen enkele sfeerbeelden van dag 2.
zelf op de hoogte. Dag allemaal en welkom op de volgende eilandraad. Gezien de omstandigheden van gisteren hebben we geen stemming kunnen doen. Maar dat is geen probleem, dat lossen we vandaag op door een dubbele stemming. Er is gisteren geen team geweest dat heeft gewonnen of verloren. En bij deze mag iedereen één persoon naar huis stemmen. Slecht gewandeld. Oké, dus we gaan eerst beginnen met Team Noord. De eerste stem is verhouding. Dat is goed gestemd. De tweede stem Robin. Ja. Shh. Ja, Robin. Ja, dat is van het liefste, hé. Derde. Schrijfpotje. Helaas, Robin. Fuck you all. En ook de vierde. Je lijkt precies een uur in de groep, Robin. Van de vijfde. Robin. Overkill. Zesde. Robin. Gewoon omdat ik net niet meer boven op kan. En ook deze is ook voor Robin. Hahaha, zo heb ik kloten bij eigenlijk. Laatste stem. Ja, dat wil ik eigenlijk. Wat een grapje! Ja. Het is allemaal smerig, gewoon omdat ik niet wil lopen. Dat vind ik echt heel smerig. Aansterken.
Maar desalniettemin verloor Kamp Noord de eliminatieproef. Enkele algemene regels, let even op. Oké. Degene die er niet meer in zitten of er niet meer gaan inzitten. Het is wel belangrijk dat je blijft inspannen. Want van degenen die eruit liggen, gaat er één iemand een finale plaats krijgen. Tweede, nu heeft iedereen zijn totem gehad gisteren. Dus we gaan met de totem stemmen. Dus als ik nu een naam zie die niet de totemnaam is of je gewone naam is, die telt niet mee. Rood gaat vandaag stemmen, dat is nu. Vanavond gaat er nog een spel gespeeld worden waar één team ook gaat moeten stemmen uiteindelijk. Stem op Sifaka, gewoon omdat ik denk dat zij nu op het moment de zwakste schakel is. Ik neem Sifaka, omdat ik geen risico wil nemen. Ik heb er één van jullie naar huis moeten. Sifaka heeft daar immuniteitspunt in gezet. Zij heeft de zwarte stem. De eerste stem. Zoek Sifaka. De tweede stem. Banteng. Derde stem. Ook voor Banteng. Twee stemmen voor Banteng. Dit is voor no fucking. No fucking. No fucking. De vijfde stem. Sifaka. De zesde stem. Ook voor Sifaka. De zevende stem. Ook voor Sifaka. En de laatste stem maakt niet meer veel uit. Maar laat het laten zien. Die is ook voor jou, Sifaka. Oké, Sifaka, jij zal expressie moeten vinden. No comments. Ja, het is wel 4 man weg. 2 van ons team, 2 van de andere team. Op zich gaat het nog wel. De hoop een beetje te verslaan. Maar we blijven volhouden. Al minder is meer eten voor ons, hè. Dus dat is wel leuk. Ze verzamelen toch niet zoveel eten. Er werd wederom genoten van de indrukwekkende Ardense natuur. Tijdens de avondproef was het helaas te donker om te filmen, maar we kunnen u vertellen dat Kamp Zuid verloor en naar de eilandraad moest, terwijl de samensmelting steeds dichter en dichterbij kwam. Naar Koop. Ichnoes. De voorlaatste stem. Ook voor Koop. En de laatste en... gaat ook naar Kou. Kou voor jou eindigt de expeditie van de sommelier. Dit is de targets raken. Elke katapult krijgt zijn targets, dus die zijn gemiddeld. De katapult die gaat beginnen. Dan gaan we door naar de linkse katapult en dan naar de rechtse. Dan gaat die target opschuiven. De bedoeling is dat dat je voor het meeste tonnen op 5 schiet. Ja? Je gaat dat tegen elkaar spelen. Moest er een gelijke stand zijn, als je evenveel tonnen om hebt met een bepaalde katapult, dan schuiven we die tonnen naar achter. En zo gaan we door tot er een winnaar is. Oké? Okay? Hoeveel kansen krijgen we nu? Met alle ballen die er liggen. Hoeveel kansen die er liggen? Oké? Team Zuid mag beginnen. Oh,
Ik vind het ook heel eenzaam. Ja, ik wacht nog steeds in mijn comeback. Ja, I'll be back, zoals Arnold zei. En de grond is, ja, ik maak het gezellig, hè, zo tekeningen op de muur, zoals vroeger. Oldschool, zoals de prehistorische kerels. En zo steentjes ketsen op het meer en het water. Maar ja, zo gezelschap, zoals nu Sifaka. Het zou fijn zijn, maar ik ga het gewoon ownen en dan kom ik op terug in de finale. Dikke plot twist. Omdat Team Grot de katapultenproef won, zal er een dubbele eliminatieronde optreden. Eentje voor Kamp Zuid en eentje voor Kamp Noord. De mensen die in de grot verblijven, kunnen dankzij een individueel puntenklassement toch nog een finale plaats verdienen. Ja, weinig werk bij de katapulten, dus... Als Kamp Noord gaat naar... Kijk, de tweede stem. Mantijn. Ook voor Mantijn. De vierde stem is voor Mantijn. De... De vijfde stem is voor Jaco, dat telt niet mee. De zesde stem is de vierde voor Bantijn. De laatste stem is ook voor jouw Bantijn. U eindigt de expeditie van de zon. Uw individuele traject gaat nu beginnen. Uw stemgedrag gaat waarschijnlijk ook veranderen. U gaat iets tactischer moeten stemmen. Dus nu gaat het niet meer een team zijn. Dus je één team. Je gaat proeven tegen elkaar moeten spelen. Om zo uiteindelijk de Robinson te worden. Om immuniteit te winnen worden er proeven gespeeld. Vandaag bestaat die proef eruit een parcours af te leggen. Degene die dat in de snelste tijd doet, is zeker van zijn plaats in de finale. 1, start!
Vandaag bij de toptijd van 1:29:50 links. Welkom bij de eerste eilandraad na de samensmelting. Ik stem op Krekel omdat hij de sterkste tegenstander is voor iedereen en omdat hij alle listige en sluwe plannetjes maakte tegen alle andere mensen. En stem ik op hem. Probeert hij fel te doen, maar gebeurt er eigenlijk niet zoveel. Hij heeft al wel vaak ideeën, maar die werken ook niet vaak. Dus daarom stem ik op Krekel. De eerste stem. Krekel. De tweede stem. Over Krekel. De derde stem. Krekel. Drie stemmen voor Krekel. Demo, één stem. De vijfde stem. Krekel. Dus de vierde stem voor jou, Krekel. De zesde stem is ook voor Krekel. De zesde stem is voor jou, Krekel. Demo, pak nog een stem. Dit is de laatste stem, en weet de uitslag eigenlijk al. En die is ook voor jou, Krekel. Voor jou eindigt Expeditie Robinson hier. 30 uur vertrouwen! Ik was de enigste die ik vertrouwde. De enigste, en je was degene die op me stemde. Ja. Wat een dikke stapje. Echt waar? Ja, mes in mijn rug. Hè. Dat had ik niet verwacht. Want stuk voor stuk. Een en na. Ja. En waarom kiezen we ze voor jou? Ik was geen gewoon te goed als voor hun. Terwijl ik thans pas zesde was geworden vandaag, maar ja. Je zit sterk, zeg je. Oké, ja. Pak ze terug, hè. Ik kom gewoon vanuit de verliezingskamp, kom ik terug. Pak ik ze opnieuw, hè. Op het einde van dag 6 werden de zieken automatisch geëlimineerd. Stekelvarken en Nijlpaard werden genoodzaakt de strijd te staken. Ook was er nog een stemming, maar omwille van de doortocht van het tropische orkaan werden er geen beelden gemaakt. Wel weten we te vertellen dat Emu naar huis werd gestemd. Ja, ik had eigenlijk zelf verwacht dat ik er sowieso uit ging gaan, maar of dat nu vandaag of morgen ging zijn, hebben we niet zo heel veel. Ik bedoel, ik zit uit mijn spel. Het doel van dit finale spel is dat we een drietal finalisten nodig hebben.
die op het einde de wereldbefaamde evenwichtsbalk gaat spelen. Om uit te maken wie Expeditie Robinson gaat winnen. We gaan beginnen met de eerste opdracht, die is hier aan deze tafel. Daar staan 6 kaarsjes. Die gaat dadelijk aangestoken worden. Hou die goed aan, zo met uw 2 handen, want de wind is heel fel. Ja, dat is uw eigen verantwoordelijkheid als die kaars uit is, is die uit. Ja, onherroepelijk. Je moet je kaars 5 minuten brandende houden, dan moet je die uitblazen. Ja? Wie het dichtste bij die 5 minuten zit, krijgt de finale plaats. Iedereen klaar? 3, 2, 1, start. Wereldprestatie. Ja. Je bent in de finale van Expeditie Robinson op proficiat maat. Dank u. Oké. Okay. De rest, mee naar de volgende ploeg. Oké. Okay. Welkom bij het tweede aspect van de eliminatieproef. Iedereen krijgt 3 stekjes van mij. Hou die goed bij. En het touw via het vuur, niet om een crucifix of zo. Via de grond op, doorbrand, met spullen die je het bos vindt, takken. Dat mag tondel zijn, allerlei dingen. Je hebt geen licht in. En wie als eerste het touw kan doorbranden, zit ook in de finale en op de eerste spanning. And I'm on fire. Burn my sweet effigy. Nee. I'm a roadrunner. Spill my guts on the wheel. I wanna taste. Andere dingen in rekening gehouden. Het is toch een finalist te hebben. Van beste toren, beste vlam en dergelijke. Hij gaat vanzelfsprekend tussen Kameel en Links. Die hebben allebei een vrij goede techniek. Een beetje pech dat het hout allemaal nat is. Maar Links heeft iets beter gedaan. Nee, jawel. Oh yes. Eerst in de finale. Oké. Dat is eerlijk gewonnen. Nu komt de allerlaatste reselectie, als ik het zo mag noemen. Als je niet. Als je de code klopt vast, moet je dan 1 keer proberen de code in te geven, 1 keer maar. De code vind je door de logo om te lossen. Kijk maar. Wow. Thank you.
tearing it off. No, no. Ja! Oh, fuck dat man! Oh, what the fuck? Ik heb die jongen open man, what the fuck? Oké, de finalisten zijn de kisten van Expeditie Robinson. Gaan het nu tegen elkaar opnemen op de wereldbefaamde evenwichtsbalk. Gevreesd door vele voorgangers, maar deze finalisten gaan er ook niet aan ontsnappen. Ze staan zich nu klaarmaken om de strijd van hun leven aan te gaan. We gaan zien binnen enkele minuten wie Robinson is en dat weten we dan. En daarna gaat de afterparty losbarsten. Op naar de finale. Veel succes! Veel succes! We gaan starten. Veel succes! 3, 2, 1, start! Ik ga een beetje achteruit, hè. Oh, epic. Epic. Voor de kijkertjes thuis. Even voor de kijkers. Oh, shit. Oh. Oh,
Binnen 5 minuten één been. Yes! Binnen 5 minuten op één been trutten. En mannen op de brug met stilstaan. Kom maar, slip op, slip. Hier gebeurt het. Ik heb nog maar 5 minuten film. Oei, er zit een dikke vis. Er zit een dikke vis aan de bank. Hij wouden. Schudden met die bankje, snolle bolletje. Oh, aardbeving. Dat is echt. Doe dus een supporter rollen, dat is niet afgelopen. Ja, blijf dus. Tweede plaats, dat is ook mooi, hè? Lichte teleurstelling toch? Kleintje, een beetje. Het gaat. Snap je gewonnen, dus mooi. Dus. Het is goed, hè? Het is toch een andere reactie als die ik gisteravond heb gezien? Ja, want gisteravond was eigenlijk puur geluk en dit was toch moeilijker. Want op één been was ik ook meteen als eerste gevallen. Is goed. De tweede plaats is ook mooi. Het scheelt echt niks. IJsbeer had bijna gewonnen. Ik denk dat het amper een seconde verschil was. En goed gespeeld, IJsbeer. Welke emoties gaan er voorbij? Vreugde vooral. Heel veel vreugde. Toch wel even schrikken toen ik ook viel. Kunt je vreugde een beetje meer vertonen? Ik weet niet hoe. Ik voel me gewoon heel blij. Ik weet niet hoe ik dat beter moet tonen als het zeggen. Geef me een winnaars, Luke. Wat een winnaars, Luke. Ik heb er geen woorden voor. Ik vind dat Snap eerlijk gewonnen heeft, alhoewel ik eerder voor Jonas had gestemd. Het is jammer dat ik ziek ben geworden tijdens de show. Ik had moeten winnen. Wel. Thank you.
deel van de overlevingstocht werden Kamp Noord en Kamp Zuid. Oh, opnieuw. Je moet niet naar mij kijken, je moet naar beneden kijken. Je moet echt niet naar mij kijken. Tijdens het eerste deel van de overlevingstocht moest de kamp. Echt, je moet echt iets anders gaan staan. Echt, ontraad gecatapulteerd. Nog één keer. Moest de Kamp Noord en Kamp Zuid een coördinaten battle tegen elkaar uitvoeren. Omdat Kamp Noord won met een overweldigende 3-1, werd Kamp Zuid gecatapulteerd naar de eilandraad. U heeft net de medische uitleg gekregen van het norovirus. Sorry, het gaat echt niet. Ik kon op dezelfde neer als die gegeven. Ik weet niet of u gewoon even naar parkeren. Ik ben vergeten wat ik heb besloten. Het tweede deel van de overlevingstocht in te korten. Oké, opnieuw, ik ga gewoon verder. Nee. Nog altijd niet kijken, ik ben nog altijd niet klaar. Sorry, Serena. U heeft net de medische... Goed, dat ik was voor benen vreemd, dat zag je alles heel graag. Tweede... Oh, ja... Het ging zo goed. Het ging zo dingen van de lucht met mij. Oh, oké. Okay. Ja, het gaat niet. Weet je, je moet eigenlijk de camera proberen te kijken. Ja, dat weet ik, maar hoe doe je? Evie houdt ze maar fijn dat we je rond hebben. Allee, zeg maar, als we nu ook één keer doen, dan hebben we het. Oké. Dat is niet erg, doe maar nog een keer. Zeker op dag 2, zeg. Ja, het staat er. Oké, dat is zeker. Daarom blijft het zondag. U heeft net de uit. Ja. Medische uitleg gehoord van het norovirus. En na overleg met de regisseurs werd er besloten het tweede deel van de overlevingstocht in te korten. Hierdoor werd de eilandraad verplaatst aan de volgende dag, waardoor een dubbele eliminatie zou optreden. Hier volgen enkele sfeerbeelden van dag 2. The roof is on fire. The roof is on fire. Is jouw kaas ook helemaal uit? Kom dan naar Expeditie Robinson.